Welkom iedereen bij Let's Play van The Legend of Zelda, Ocarina of Time. In het volgende deel krijgen we de laatste Spiritual Stone, de Spiritual Stone of Water. Ook wel bekend als Zora Sapphire, ook wel bekend als de blauwe heroïnepot. En nu, na ongeveer 10 parts, komen we eindelijk in de heroïnekamer. Na onze bestrijding van 3 dungeons hebben we het eindelijk gehaald. Nadat we hebben geluisterd naar de Deku Tree, waarom is het opeens donker? Het licht verpestte mijn... Oh, het blijft donker. Oké. Maar ja, nadat we het ding eindelijk hebben gered, nadat de Deku Tree ons op de missie had gezet en ons de marihuana niet wilde geven, zijn we zelf op zoektocht gegaan. De strijd was moeilijk, maar het was nog gehaald. En nu, na al die tijd, we gaan de kamer in. Oh, het regent. Gelukkig is de marine mooi droog. En... Oh, ze welkom ons al. Mooi. Welkomstcomité op paard. Maar is het niet Zelda en Impa? Ja, Zelda. En Impa. Is dat een sleutel voor de... Oké, dat is een sleutel voor de kamer. Oké, mooi dat het geeft. Ook hallo. En jij ook de Mario in de kamer in, of niet? Niet gezien. Richting Death Mountain. En gebruikt de missie andere schild. Kennen. Graag. Ga een mooie embleem op je hoofd. En dood, wij zijn. Geen idee. Oké. Ik vind alles best als je de marroïnekamer maar met rust laat. Want ik ben 11 en ik wil graag smoken. Let me smoke. Zie je? Hij wil ook smoken. Hij wil doorgaan smoken. Je kan het gewoon zien in de ogen van hem. En er is niks aan de hand. Oké. Nu is het opeens licht. En kijk. Oké, dat is de sleutel. Waarom is het zo moeilijk om te mikken daarop? En ja. Oké, de sleutel. Ocarina of Time. Beetje een rare sleutel, maar ik vind het best. Moet die speciaal een cutscene voor worden gemaakt? Oh, hoi. Ja.
Oké. Song of Time. Ken we wel van Majora. In front of the altar in the temple of time. Oké. Ja, ja, ik bescherm de Triforce wel. Als je met me niet in de weg komt met mijn pot met heerlijke natuurlijke verdovende middelen. Daar heb ik geen probleem mee en wil ik best die Triforce wel beschermen. Dit is op zich wel geinig. Zelda en Impa zijn compleet weggerend. Gandalf zit vlak op de hielen. En hier is niks aan de hand. Heel raar eigenlijk. En welkom in de tempel of verdovende middelen. Ik moet hem denk ik hierop spelen. Ik speel echt liedje wel. Zo beter? Moet ik het spelen op dat stuk? Best, dan doe ik het daar wel. En we zijn eindelijk. De poort naar de verdovende middelen is geopend. Wij zullen de stoondraken zoals de Gorons. Paranoïde worden als de ferries. En fucking geel zijn als de Zora's. Dus laten we maar naar binnen gaan. Dit is er wel een beetje leeg uit. Misschien ligt het aan mij, wie weet. Maar zijn er verdovende middelen? Geen pot, geen kaspalt, helemaal niks? Dit meen je toch niet? Heeft Zelda of heeft de dikke streamer voorgelogen? Nee toch. Er is geen maru. Er is helemaal niks. Er is hier echt helemaal niks. Heeft Kennen echt al alles meegenomen? Dat meen je niet. Ja, laten we maar zwaarder uittrekken, want we moeten iets. Link, trek het water uit. We moeten iets en we moeten maar kijken. Dus toch, je hebt toch alles van mij gejat.
Oh. Dus jij hebt toch alles van mij gejat. Kennen, ik ga wraak op jou nemen. Niemand steelt van mij. Niemand steelt de verdovende middelen van mij en komt daarmee weg. Je hebt echt alles van me gejat. Sinds wanneer zitten we in Final Fantasy? Dat klinkt precies als Final Fantasy muziek. Oké. Waar zijn we nu weer? Dat is groen. Oké, gozer. Rauru, one of the ancient sages. Temple of Time, to protect the entrance to the... Oké. Wacht even. Dus ik moet zeggen dat... ik de secret realm moet gaan om de marihuana op te zoeken? Ik vind het best, joh. Oh. Oh, we zijn ouder geworden. Oh, dan zijn we het eigenlijk hard genoeg om zelf die ding te gaan halen. Maar dat terzijde, ik wil gewoon graag het gratis hebben. Nou, ik ben niks aan het smoken, maar dit ziet er fucking trippie uit. Oké. Waarom? Ik heb Kingdom Dongle verslagen. Ja, waarom niet? Oh, leuk. En je hebt hem tegengehouden, waarom? Zat je gewoon niks te doen? Je bedoelt zeggen dat een jongen van 7 het niet mocht doen en jij hem het ook niet mocht doen? Maar dat is echt zwakke bewaking daar. Oké. Ja. Wacht even, dus Sages wil contain... Je wilt dus zeggen dat eigenlijk de Sages evil zijn, want ze hebben het kwaad in zich. Althans, zo zeg je het. En... oh, fijn. Dus ik bedoel zeggen dat we na al het gezoek naar spiritual stones nu op zoek mogen naar pillen. Het zijn medailles, maar het zijn gewoon pillen. Oké, ze zijn ons aan het motiveren met morfine pillen. Ik vind het best, joh. Ja, ik vind het best. Ik vind het best. Als des te meer pillen, des te beter. En als we vragen kunnen opnemen op Ganondorf, vind ik het ook veel beter. En het is donker. En kil. Toch even is niets veranderd dus.
Nou, is de boomerang kan ik niet meer gebruiken. Oké, geen probleem. Ook hallo. Ik stond daar net en dan sta jij daar. Logica. Dus je hebt 7 jaar hier gestaan. Oké. Ik geloof dat, soort van. Ja. Kokiri Forest, Death Mountain. Hylia Lake. Kakariko Village. En een canyon in de desert. The Reckoners will bind evil and return the light of peace to the world. Dus jij zegt dat ik het mag weer gaan doen. En dan geven mij mensen altijd de kuttaakjes. Survive of the Shikas. Ik ben de Hero of Time. Ik lijk er niet op, ik ben het gewoon. Want kijk, andere mensen willen het niet doen. Moet ik het maar doen. Hé, hey, ik was heel blij. Want in het bos hadden we tenminste marihuana. We was zelf daar konden groeien. Jullie hebben me zo erg verleid. En zo erg... mooi... zo erg volgestommeld met die dingen. Oh, dus ben ik meteen terug naar Forest of Time. Naar de forest. Dat is heel mooi. Kan ik het zelf gaan halen en kan ik stoppen hiermee. Want ik mag dan ouder zijn. Marihuana is nog steeds het ding wat loopt door mijn bloed. Door mijn aderen. Nee, ik heb niks begrepen wat je zei. Ik had alleen maar van marihuana. Dus ja. Er is heel veel tijd gegaan. Wat we kunnen nog gebruiken is de ocarina. Deconuts, bombs en dinsfire. En voor de rest... nou... voor de rest is alles... useless at the moment. De stenen staan hier nog. Hey, laten we even naar buiten kijken. Misschien valt het mee. Misschien maakt ze maar een grapje over dat het 7 jaar is geweest. En dat wij alleen maar zijn gegroeid. Ze maakt er geen grapje dus. Ah, wat jammer nou. Deze dingen zijn nog steeds zo easy om fucking weg te brengen. Zo. Oké, dus ze zijn alleen maar re-deads. Oké, dat valt op zich nog mee. Oké, hoe erg is Hyrule eigenlijk veranderd? Oh, dit valt op zich nog mee. Zullen we even checken op Epona? Ik weet eigenlijk dat een lange paard is, maar... ik kan soms schuld zijn. Maar laten we even kijken op Epona. Of kijken of alles met Epona nou goed is. Maar zeg maar, je controleert dat volgens tempo. Wel echt van mooi niet. Ik ga even kijken hoe het met Epona zit. Dat wil ik doen. Because I want that horse. Hey. Hey, Rosa. There are some people in Kakariko spreading rumors that I cheated them out of the ranch, but... I, the hardworking Ingo, poured so much energy into this... Okay. The great...
Oké. Ik vind het best wel. Ik hoef niet te luisteren, ik weet wat moet. En is ook heel veel Epona Song, want ik wil gewoon Epona Song spelen. Epona. Daar ben je, meid. Nee, ik heb me niet. Nee, ik wil rijden. Ah, fuck jou. Waarom de game opeens zo lekt? Ik heb geen idee. Deze pony is ook veel sterker dan degene van Majora's Mask. Dat komt voornamelijk ook omdat dit een volgoed paard is. En maakt transport veel makkelijker, want hier heb je geen Goron's Mask of een Bunnyhood. Dus ja, veel opties heb je niet echt. Maar ja, het is een paard nou. Oftewel, voor een korte tijd. Epona. Kom hier. Ik word paard. Ah, die meen je niet, hè? Oké, dus ik... Oké. Epona. Als het goed is, zou het nou moeten. Of ik moet denk ik gewoon zometeen Talon gaan opzoeken. Want als dat zo is, heb ik op zich geen probleem mee. Laat het maar doen dan. Bring it up, man. Zo. Kom op, jongen, recharge. Epona, recharge, snel. Het was maar één ronde, wauw. Oh, wat jammer nou. Ik vind het best joh. Geen probleem.
Go Epona. Ik vind het een beetje jammer dat we Epona op haar kont moeten staan hiervoor, maar ja. Beetje zielig voor het paard. Maar ja. Maar dat was het alweer. Geen idee. I don't care. As I promised, I'll give two horses. Oké, mooi. Oh. Je weet dat je nu jezelf hebt ingesloten, hè? Huppakee. Hoe Epona zo'n sprong overleeft? I don't know. Maar ja. We hebben nu Epona gehaald. En zoals wat telt. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei.